Nou, ik heb er weer eentje voorbereid. Een nieuwsuitzending. Dit is nieuws nummer 4. En ik begin eventjes bij het kanaal waar ik momenteel veel naar kijk. Dat is deze. Ik zal hem eventjes zo weer gaaf. Dan was het weer zo, hè. Dan moet je die andere optie doen van... zo. Ja. Ja, precies. En dan was alles goed, ja. Deze website die heeft het over de geschiedenis. En de geschiedenis, dat is een ding om te leren. Het is niet altijd leuk of zo. Maar het is gewoon iets om je in te verdiepen. En dat geldt ook voor deze meneer. William Cooper. Staat hier allemaal in kleine letters, maar... Ja. Hij heet ook wel Bill Cooper. Eigenlijk heet hij Minton William Cooper. Die man is overleden. Die is doodgeschoten door de Belastingdienst van Amerika. En volgens sommigen was het gewoon zijn eigen schuld. Had hij gewoon maar niet zijn eigen wijs moeten doen. Maar ja, je bent wel doodgeschoten door de Belastingdienst. Dus. En deze man, die kan je ook een keer op googlen. Die weet veel van psychopathie. En hoe hopeloos of dat is. Als je het één keer aan de knie hebt. Als je het één keer aan de fiets hebt lopen hangen. Maar goed, nu de nieuwsuitzending. En dan de leuke berichten. Dat stond dus vandaag, is het dan? Dus, Wim Deetman intimideerde misbruikslachtoffers. Wim Deetman heeft op dwingende wijze de bestuursleden van de Koepel Landelijk Overleg Kerkelijk Kindermisbruik, KLOKK, gevraagd af te zien van een parlementaire enquête. Ja. Was een commissie Deetman ooit. We gaan even terug in de geschiedenis, want je doet er al tijd voor. Je snapt wel dat je moet weten wat er ooit gebeurd is in Nederland. Hè? Je hebt commissie Deetman. Wat die destijds, die commissie Deetman, die heeft gewoon alles toegedekt. Het is gewoon, ze hebben er niets aan gedaan. Ik zou er nog een hele aparte uitzending aan kunnen wijden. Kijken of hier wat in staat. Ik zou nog wel een... Hier kan ik op principe... Dit is het allemaal niet waar. En op het einde van deze nieuwsuitzending zal ik jullie vertellen waarom dit allemaal niet waar is. Maar ik zal nu gewoon even een stukje voorlezen. Dit is de laatste alinea. En er staat wel een pagina nummer. Ja, het is pagina 26. Van de... Het is echt verschrikkelijk werk, maar goed. De allerlaatste alinea. De onderzoekscommissie roept de bisschoppenconferentie en de conferentie Nederlandse religieuzen op om bij de overheid aan te dringen op een geïntegreerde en effectieve aanpak van seksueel misbruik en geweld tegen minderjarigen.
Vroeger zeiden wij, mag ik een tijltje? En daarmee bedoelden we dan, ik moet kotsen, denk ik. Kijk, het is heel makkelijk. Je hebt mensen onder ons, zoals ik. En ik blijf me met tengels van andere mensen af. Ook al zijn ze jonger dan ik. En de uitzondering die ik daarop gemaakt heb, was toen mijn dochter een baby was en die was nog niet zindelijk. En die heeft op een dag een keer de kut vol gescheten. Hoe dat kind dat voor elkaar gekregen heeft, weet ik ook niet precies. Maar ik was in ieder geval te laat, want als ik eerder die luier verschoond had, was dat drama niet gebeurd. En toen heb ik inderdaad met een vochtig doekje tussen de kleine en de grote schaamlippen ingezeten en vastgesteld dat bij een baby kan je wel spreken van grote schaamlippen, maar echt groot zijn ze niet. En er zijn mensen onder ons en die hebben dat soort fatsoensnormen niet. En dat praten ze goed met een of ander stom geloof. Je mag geen fuck zeggen op de radio. Dus, ja. Maar wat is een bisschoppenconferentie? En wat is de conferentie Nederlandse religieuze? En de onderzoekscommissie die roept die twee conferenties op om bij de overheid, dus we hebben vier partijen, de onderzoekscommissie is niet bereid om die vieze vuile pederasters gewoon op te sluiten in een kelder. Je weet toch wie het zijn? Of niet? Of kletsen die kinderen uit hun nek? Volgens mij weet de onderzoekscommissie de voornaam, de achternaam, de voorletters, het BSN-nummer van al die mannen. Zeker vrouwen. En waarom worden die dan niet weggestopt? En heb ik geen geïntegreerde aanpak op nodig? Nee, dat doe ik als de overheid mij even belt en zegt, kardinaal J.P. Gerritsen van de Borse Hofstraat 17a. Dan wil ik hooguit nog een fotootje van die klootzak. En dan haal ik hem wel even op. Ik bel mijn vriendje met een bus. En dan weg met die vent. Het is gewoon gerechtvaardigd om heden ten dagen, als je op de hoogte bent van de omvang van het seksueel kindermisbruik, om over seksueel nog maar te smijgen, te zwijgen, want kindermisbruik is all over the place. Dan mag je toch een keer opwinden. Hè? Het is mij toch wel vergeven? Hè? Jullie? Of denken jullie nee? Perry is zo ontzettend verstandig, daar kunnen we niet tegen. Hij heeft het over dat je goed moet doen tegen kinderen. You go fuck yourself. Ja, dat is een goed begrip. Want ik praat niet aan mijn nekken. Ik doe het gadverdammes niet voor de katse kut, man. Nou, waar gaat het om? Wim Deetman, die is dus van die commissie geweest van het CDA. En die heeft dus onderzoek gedaan naar seksueel kindermisbruik door met name de katholieke kerk. Maar de katholieke kerk en de protestantse kerk, dat is sinds 1964 of zo. Het Tweede Vaticaans Concilie is daar geen onderscheid meer tussen. Het protestantisme is mooi afgelopen. En als je me niet gelooft, dan moet je even terugspoelen nou op je YouTube, op je lullige YouTube. Dan ga je even terug naar het begin. En dan heb ik het over die Jörg Glissman. Dan moet je dat nog maar een keer gaan luisteren. Dus Wim Deetman, die werkte bij het CDA. En die heeft meegewerkt aan de cover-up van kindermisbruik door de katholieke kerk. En het is dus niet per se de katholieke kerk, want achter de katholieke kerk, daar zit nog een ding achter.
Dus als in jouw omgeving een katholiek is, dan vergeef hem onmiddellijk, want die mensen kunnen er in principe niks aan doen. Ja. Ze zijn alleen voor de gek gehouden. Ga even kijken naar de reacties. Ja. Goed zo, open die beerput. Nou, dat is wel mooi. This one, die date man, de onderste steen moet boven, lijkt me ook prima. Krijg hier een doorlinkje, nou, dat zou ook wel goed zijn. Jezus, we gaan het stinken, zo deed man zelf ook, ja, zit ik ook te denken, ja, dat klopt ook. Ja, en dan krijg je hier, Bokito gedrag, door Chappie, nummer 11. Dan gaan we grappig worden, hoor. Dit is een hele goeie. Want het staat... Dit, ik zal het even een beetje groter maken. Want de titel klopt inderdaad niet. Want er staat letterlijk Wim Deetman, intimiderende misbruikslachtoffers. Er had moeten staan, Wim Deetman werkte mee aan het intimideren van misbruikslachtoffers. Dat had moeten staan. Want Wim Deetman zelf heeft alleen maar die commissies aangesproken. Hè? Die conferenties. En hoe dan ook, Wim Deetman is schuldig. Guilty as hell. En wij die op Wim Deetman en zijn partijtje stemmen. En ik zeg partijtje omdat ik dat beledigend bedoel. Ja, dus je mag Erdogan of Erdogan, mag je toch beledigen? Nou, bij deze Wim Deetman, die mag zijn neus in zijn eigen anus steken. Ik wens Wim Deetman, die moet een bezoekje brengen aan insects.com. En daar even gaan ervaren hoe het is om het mee te maken. Als je voorhuid vastgespijkerd wordt op een balk. Of je balzak natuurlijk. Ja, het is maar wat je geil vindt, hè? Wim Deetman. Nou, dit is weer een heel ander bericht. 100 hectare voedselbos. Nou, mijn eerste ding is dus, dat is veel te weinig. Om één mens in leven te houden, je kan niet van 100 hectare voedselbos met z'n miljoenen leven. Dat gaat niet. Dan is dat voedselbos in één keer op. Dus dit voedselbos, dat kan genoeg zijn voor 100 mensen. Aan de andere kant is het wel precies hoe we het moeten gaan doen. Want je kan gewoon eten van dit land. Dat is echt mogelijk. En deze oproep. Voedselbossen, ook wel bekend als eetbare bostuinen, zijn een van de onderdelen van permacultuur die veel enthousiasme opwekken. Een voedselbos zorgt door gebruik te maken van 7 lagen beplanting bijna automatisch voor het aantrekken van veel biodiversiteit en gezonde levende bodems. Dat laatste, daar gaat het om, hè? De bodem moet leven. De provincie Helmand, dat is in Afghanistan, daar zijn we naartoe gegaan om die opiumkwekerij, want die mensen zaten een beetje lokaal opium te kweken, dat is niet helemaal wat de paus wil, hè? Die heeft liever dat de opiumhandel gereguleerd wordt. Hè? Dus. Maar Helmand, daar zegt de lokale bevolking van, hier kan je een steen in de grond stoppen en die komt nog tot leven. Want het is de bodem waar alles uit komt. En de moraal van dit stukje nieuws is dus dat het begrip permacultuur en het
automatisch aantrekken van biodiversiteit, biodiversity. Dat is precies wat we moeten doen. En dan kunnen we hier met mucho, veel meer dan we nu, kunnen we hier leven. Want waar heb je van die lege gebieden hier in Nederland? Hè? Dat allemaal mensen opwonen. Hè? Hier is dat allemaal uitgelegd. Hoe je dat moet doen. Het is een kwestie van toepassen. En je kan het allemaal doen. Zo. Je kan ook een stadstuintje beginnen op je balkon. Je hoeft niet eens lid te worden van een vereniging. Je hoeft alleen maar te weten hoe het moet. Nou, dat is er ook weer zo één, zeg. Ja. Ik heb deze echt uitgekozen. Gisteren, ik was weer eens in de kroeg. Maar dat is niet vreemd, want ik kom heel vaak in de kroeg. Vraag maar aan mijn dochter. En die is inmiddels 16, dus die zal heus wel niet liegen. En ik zit daar te schaken met die vriend van mij. Die heeft wel een rollator, maar ja, ik heb daar geen moeite mee. Ik zie een rollator meer als een soort van wapen. Ik denk hij ook, maar hij heeft gewoon zijn ja, je hoeft hem niet te fucken. Echt een oude ijzervreter. En we zitten gewoon te schaken. En dan kwam er een vent binnen met een hond in de kroeg. En ja, voor mij hoeft dat niet. Ja, er zijn er meer hoor, die hun hond mee naar de kroeg nemen. En, ja, voor mij hoeft dat niet. Ik heb ook nog ooit geprotesteerd, maar ik kon de burgemeester van Arnhem niet bereiken. Maar om te zeggen van, ik wil dan ter compensatie dat wij dan de alcohol, hoe je zeggen, alcoholbehoeftigen, ja, de vrijmens, weet je wel, dat onze plek in de kroeg, ons laatste honk, onze laatste stronghold, zoals dan de Amerikanen zo mooi zeggen, maar die wordt dus ingenomen door de honden temporeel, dan mogen wij op het hondenveldje gaan zuipen. En als er dan een hond komt om te schijten, ja, dan krijgt hij gewoon, dan moet hij oppassen dat hij niet een krat lege flesjes op zijn hoofd krijgt. Niet gaan lopen ruften, terwijl wij lopen te zuipen. In ieder geval mijn schaakmaatje met die rollator. Die had dus toevallig worst bij zich. Hij had boodschappen gedaan of zo. En hij dacht van, ach kom de beest, wat maakt het uit. Ja, hij geeft die hond een stukje worst. Nou, dat vond die hond wel lekker. En die hond die dacht dat ik ook zo was. Dat ik ook al mijn stukken worst bij me had. Dus die hond die precies sprong bij kans bij mij op schoot. En onderwijl probeer ik dus gewoon van mijn vriend Henk te winnen. Want het is wel belangrijk bij het schaken dat je wel wint. Hè? Want als we daarmee ophouden, dan is het schaken ook helemaal niet leuk meer. Dus ik moest gewoon winnen met schaken. En die hond maar achter mijn rug heen en weer, ondersteboven. De beest was pas 17 weken of zo. En dan die eigenaar van die hond, die verantwoordelijke bedoel ik daarmee. Hè? Als ik eigenaar zeg, bedoel ik verantwoordelijke. De verantwoordelijke voor die hond, die wilde inmiddels naar huis. En die zei, en dat beest ging gelijk met zijn buik op de grond liggen. Zeggen van, een goed idee, want zo dadelijk komt er nog meer worst. En dat beest wilde niet mee naar huis. En toen ging die eigenaar, die verantwoordelijke voor die hond, die ging gewoon af. En mijn vriend Henk en ik, ja, wij schaakten door. Want ik zag op een gegeven moment dat hij echt wel een goede move maakte. En ik denk van, oh, ik moet nou gaan oppassen. Want meneer had echt eventjes een plannetje. Dus wij zaten diep verzonken in het schaakspel. En waren al lang blij toen die verantwoordelijke voor die hond onder bedwang had. En de kroeg uitgesleurd had. Ja, ik bedoel, mijn vriend Henk en ik blijven ook altijd het langst mogelijk in de kroeg. Liefst tot sluitingstijd of iets daarna.
Ja, maar hij had die hond weggehaald. En het werd lekker rustig. En toen kwam die lul, die kwam erachter dat hij gefukt was. En dat mijn vriend Henk inderdaad een stuk worst had gereden. Ja. Shit. Dus die komt terug. En die komt die kroeg binnen. Wie van jullie twee heeft mijn hond worst gegeven? En mijn vriend Henk, die worst dus toevallig bij zich had, omdat hij naar de supermarkt geweest was. En hij was ook helemaal niet van plan om honden worst te gaan geven. Hij had gewoon medelijden met een hond die in de kroeg komt. Hij denkt, ach, die kuthond die moet in die kutkroeg komen, geef die hond een stukje worst. En ik wist natuurlijk ook van alles, maar ik heb gewoon netjes in mijn mond gehouden en gewoon gezegd, ja, ik ben aan het schaken. En dat was ook zo. Ik bedoel, de hele partij stond nog op het bord. En als die verantwoordelijke voor die hond ook maar één pion had omgegooid uit woede, dan had hij de rollator van mijn vriend Henk op zijn kop gekregen natuurlijk. Hè? Want je blijft wel van een spelletje af. En je hebt dus geen elektronische halsband nodig, hè, voor je hond. Hè. Je hebt een hond, als je een hond nodig hebt. En dan moet je goed beseffen waar je hond voor nodig hebt. En voor je hond moet je een rol hebben. En je moet je hond niet onderwerpen aan een of ander lullig bestaan. Waarbij het afhankelijk is van het feit dat jij zorgt voor de brokjes. Dan creëer je een afhankelijk bestaan voor dat beest. En dat moet je niet doen. Je hond moet een functie hebben. En een schop voor zijn reet als je hond zijn werk niet doet. Daar leert hem van. Maar niet een schokhalsband, ben jij gek. Een schokhalsband. Het woord alleen al, dat doe je je beest niet aan. Dit snap je, hè? Ach, dit is ook zo'n erg. Dit is een... Ik ga het even voorlezen. En wat we hier positief over kunnen zeggen. Ja? 100 jaar gevangenis voor wegsnijden foetus. Een celstraf van maar liefst 100 jaar. Daartoe is een Amerikaanse vrouw veroordeeld omdat ze de foetus uit de buik van een zwangere vrouw heeft gesneden. De ongeboren baby overleefde aanval niet, de zwangere vrouw wel. Ik heb gelijk al wat over te zeggen over die openingszin. Maar... En die foto's zien we ook. Dat is een zwangere buik. De dader is de 35-jarige Dinell Lane uit een plaatsje in de buurt van de Amerikaanse stad Denver. Ze plaatste vorig jaar een advertentie op internet voor gratis af te halen babykleding. Toen de zwangere vrouw daarop afkwam, werd ze door Lane bewusteloos geslagen. Daarna werd de foetus met een keukenmes uit haar buik gesneden, meldt de NOS. Dat is ook niet waar. De gruwelijke zaak heeft in de Verenigde Staten de discussie doen oplaaien of een foetus al kan worden gezien als een volwaardig mens en of afbreking van een zwangerschap op deze manier kan worden gezien als een moord. Kijk, nu wordt het grappig. De foetus heeft niet zelfstandig buiten het lichaam van de moeder geademd. Daarom kan er volgens de lokale wet in Denver geen sprake zijn van moord. Lane is wel veroordeeld voor onder andere poging tot moord op de zwangere vrouw en het onwettig afbreken van een zwangerschap. Volgens de rechter is het een wonder dat de zwangere vrouw de aanval overleefde.
Dus ze heet gewoon de zwangere vrouw. Maar ze was natuurlijk niet meer zwanger toen... toen ze de aanval overleefde. Ik hoop dat je een beetje logica snappen, maar... het kan het niet zijn. Toen ze de aanval overleefde, was ze niet meer zwanger. Hè? Want... dan was het... Want de ongeboren baby overleefde aanval niet. Hier ontbreekt een de. Hè? Want hier hebben ze dus, je kan zeggen, ja, dat moet een korte titel zijn, maar er staat een celstraf van, en dan heb je deze twee termen, die zijn overbodig. Een celstraf 100 jaar. Een Amerikaanse vrouw is veroordeeld voor 100 jaar celstraf, comma, omdat ze de foetus uit de buik van een vrouw heeft gesneden. Een foetus uit de buik van een zwangere vrouw, dit is dubbel op. Dat heet tautologische. Maar goed, het is een foetus. Het is geen kind. En dat weet ik. Dat is, de wet van Nederland ook. In Nederland mag je ook niet spreken over een kind. Dat zich in de buik van een of ander wijf bevindt. Waarvan jij denkt, nou volgens mij heb ik dat gedaan. Maar het is niet jouw kind, idioot. Dat is jouw foetus. Liever gezegd is de foetus van die persoon waarin die foetus zit. En pas als die foetus naar buiten komt, daar kun je ook over twisten. Je kan zeggen, tot 3 jaar is het geen kind. Ja. De eerste berichten erover zijn al binnengekomen. Volgens de rechter is het een wonder dat de zwangere vrouw de aanval overleefde. Je moet het er maar mee doen. Nou, even terug naar het nieuws. Want dit is weer helemaal into the big news. Dat is Demmink. Ja. En ik heb de microfoon afgesteld. Op tweeledig. Dan gaan we even kijken welke we pakken. Ik vond deze laatst wel leuk eigenlijk. Die heb ik laatst gezien. Een beetje stom programma. Maar... Kijk, dit is idioterie. Dit gaat helemaal nergens op. Zo. Deze week bij Gespreksniveau Adelle van der Plas, advocaat in de Demmink-zaak. Mevrouw van der Plas? Ja, dat is of het grappig is of zo. U verdedigt de tot levenslang veroordeelde Koerdische zaakman Bay Bazin. Levenslang, wat heeft hij daar precies voor gedaan? Nou, in feite helemaal niks. Dus wat hij heeft gedaan is de politiek van Turkije aan de orde stellen. Dat heeft hij gedaan. Hij heeft in de tijd publiek gemaakt dat Turkije bij heroïne, internationale heroïnehandel betrokken was... En dat is hem niet in dank afgenomen. Hij is natuurlijk een Koerd en hij heeft zich ingezet voor de Koerden. En dat is hem heel lelijk bekomen, kunnen we wel zeggen. Nou, hier is alles mee gezegd, hè. Dit is wel duidelijk. En wat heeft dat met Joris Demmink te maken? Nou, Joris Demmink... Die was ook ooit in Turkije. Dat wil zeggen, volgens hemzelf niet. Niet op de bedoelde tijdstip. Hij was niet in Turkije. Maar er is gezegd dat Joris Demmink in Turkije was. En dat hij daar seks heeft gehad met kleine jongetjes. En we hebben nog het laatste puntje van die katholieke kerk, hè? Ja. Dat gaan we ook nog krijgen. Hoe dat zit met seks hebben met kleine kinderen. We pakken even nog een andere erbij.
Want dit is dus die meneer van Baybassin. Dan gaan we even hier kijken, want hier wordt echt Demmink opgenomen. En nu is er wellicht sprake van een nieuwe rechterlijke misstand van hetzelfde kaliber, misschien nog wel groter. Wij gaan praten over de Turkse Koerd Hüseyin Baybassin. Hij zit sinds 1998 gevangen hier. Een regelrechte internationale thriller van hoog niveau. Absoluut. Maar ik zit natuurlijk met een cliënt die vastzit. Ja. En ik heb jarenlang dus onderzoek moeten doen en beetje bij beetje de feiten vergaard. En ik kom inderdaad tot een conclusie die daarop lijkt. Ja. Het is waar dat cliënt veroordeeld is tot levenslang puur op grond van telefoontaps. Het Hof zegt zelf meer dan 90% van het bewijs bestaat uit telefoontaps. En dan gaat het om een moord gepleegd in Istanbul, waartoe hij van hieruit opdracht zou hebben gegeven, enzovoort, enzovoort. En dat hebben ze, zeggen ze, uit die taps duidelijk min of meer kunnen horen. Nou, ze hebben dat geïnterpreteerd vanuit die taps, want eigenlijk wordt er in die taps gesproken over auto's of over het is geklaard. En dat was dan vertaald door anonieme tolken die wij ook nooit hebben kunnen horen. Dus het was eigenlijk een drie-taps-raket. Men interpreteerde anonieme samenvattingen en vertalingen van Turkse tolken, Koerdische tolken, van gesprekken waarvan cliënt al zei, zelfs die gesprekken kloppen niet, daar is in gemanipuleerd, dat zijn niet mijn telefoongesprekken. Dus, en dit is dus inderdaad waar. Waarschijnlijk dan, hè? Net zoals als we staatsloterij winnen, dat is tamelijk onmogelijk. Maar het is heel goed mogelijk dat je een staatslot koopt en dat je gewoon je geld kwijt bent. Ik hoop dat ik een beetje statistisch overkom. Hè? Maar dat Baybassin, dus wij zeggen Baybassin op het Nederlands, maar Baybassin, die is gewoon gepakt. Joris Demmink is bij hem langs geweest in de gevangenis. Even kijken wat ik kan vinden, hoor. Ja. Kijk hoor. Oké, ik dacht dat het anders was, maar dat maakt niet uit. De aangifte tegen Joris Demmink bevat een document dat aantoont dat de secretaris-generaal van het ministerie van Justitie zich in strijd met zijn bevoegdheden actief met de detentie van Hüseyin Baybassin heeft bemoeid. Baybassin is, zo schrijft zijn advocaat, dat is Adèle van der Plas, in de aangifte tegen Demmink verschillende malen door dienst toedoen in isolatie geplaatst. Ja, en verder verbood Demmink persoonlijk een bezoek aan Baybassin van een hoge gevangenisambtenaar uit het buitenland. Stinks high heaven, lijkt mij. Een secretaris-generaal van Justitie, deze meneer, Joris Demmink, die heeft zich dus persoonlijk bemoeid met deze meneer. Ja? Ja, kijk, daar betaal ik natuurlijk niet een secretaris-generaal van Justitie voor. Nog geen dubbeltje in de maand, heb je goed begrip.
allemaal bullcrap. Ja. Dus Adèle van der Plas doet er nog iets mee. En laten we blij zijn met haar. Kijk, en zo ziet het eruit. Nou, nu denk je gelijk, wat een lekkere vent, hè? Gewoon, hij heeft een hele goede hairdo. Gewoon. En ook zijn bril is echt heel goed gekozen, weet je wel? Even kijken hoor. Ja, dan moet je deze dan zo doen. En dan doe je zo. Kijk, nu hebben we echt Joris Demmink gescalpeerd. Hè? Dat klinkt een beetje lullig, maar is het niet hoor. Zo hoor je dat gewoon te doen. En Joris Demmink heeft ook hele mooie oorlellen, vind ik. Die kraaienpootjes, die zitten een beetje laag. Heb ik dan niet helemaal. Ik heb ze liever iets hoger, weet je wel. En dat hij te veel. Een beetje zure kraaienpootjes. Van, ik vind het toch niet zo lekker, kleine jongens prostituee. Ik had liever naar het. Een andere park gegaan dan het aan de Frankplantsoen. Daar ziet het een beetje naar uit, maar misschien heb ik het mis. Je weet het niet. Nee. Maar hij kon dus eventjes niet bij de rechter komen. Hoe is het met zijn tanden gesteld? Even kijken hoor. Als ik nou zijn tandarts was, wat zou ik dan denken? Ja, kan het er nog in blijven staan? Of is het tijd voor een stukje polyester, hè? En dan doen we van die, gaan we gewoon die gaten boren zo. En dan die schroefboormachines heb je dan, van die tandarts schroefboormachines. En dan uiteindelijk natuurlijk, ja, moet er zo'n nieuw tandje in, hè? Ja. Maar dan kan Joris Demmink nog jaren mee, hoor, meneer. Het gaat helemaal goed met Joris Demmink. Ik ga er eventjes weer voorlezen. Afzegging alleen gepast bij valide reden. Dus correct Nederlands wat er boven staat. Daar heb ik gewoon geen jota aan toe te voegen. En het gaat over Joris Demmink. En het copyright is bij het Algemeen Nederlands Persbureau. Joris Demmink, die vorige week verstek liet gaan bij het getuigenverhoor over kindermisbruik in de jaren 80, had donderdag wel tijd voor een borrel. De oud-justitietopman was aanwezig bij de uitreiking van de Four Freedoms Awards in Middelburg. De rechtbank in Amsterdam riep Demmink, Joris Demmink heet hij, hè? Ja, ze kunnen zeggen, de rechtbank in Amsterdam riep de secretaris-generaal van justitie. En wanneer ging die ook alweer weg, hè? Hier riep Joris Demmink begin deze maand op om te getuigen in de zaak van Bart van Wel, een voormalig jongensprostituee. Bart van Wel, ik corrigeer weer even, want hij heet Bart van Wel. Bart van Wel houdt de staat ervoor verantwoordelijk dat hij in de jaren 80 is misbruikt. Hij zegt onder meer als tiener seks te hebben gehad met Demmink op de achterbank van een auto. Heb ik gelijk alweer 10 vragen bij, hè? Ja, je moet me meelezen. Dat maakt mij niet uit, hoor. Hebben we ook nog hierboven? Ik vond het niet zo gepast dat hij daar was. Ja, dat is dus bij de uitreiking van de Four Freedoms Awards. En een bezoeker, die zegt dit dan. Ja, maar ik wil mijn naam niet noemen, want straks komt Joris Demmink achter me aan. En dan zegt hij, jij vindt het niet gepast dat ik er was en je kop gaat eraf. Ja, de journalisten, ik begrijp het wel. Ik ben er zelf ook om die reden niet één.
Demmink, die wettelijk verplicht is op te dagen bij het getuigenverhoor, liet aan de rechtbank weten de hele week verhinderd te zijn. Potverdorie, man! Dat is mooie kut! Ja, hij wou natuurlijk heel graag komen, maar ja, dinsdag moest hij een friettent openen op Aruba. Nou, en daarna moest hij dan een shawarma tent openen in Palestina. En tussendoor moet je natuurlijk vliegen. Hij kan helemaal niet, man. Hij moest natuurlijk zijn kinderen van school halen. Nee, dat kan niet. Hij kan niet zeggen dat hij niet kon omdat hij zijn kinderen van school moest halen. Want ja, je kan, als je je kinderen van school moet halen, dan moet je gewoon even zeggen, ja, kijk, de school gaat om 9:50 de deur los. Dan kan ik het dumpen, dus dan ben ik 10 seconden over, 9:50, dan kan ik de eerste bus pakken. Nou, en dat is een beetje rekenen, maar in de loop van de middag kan je, eind van de ochtend, ben je er gewoon even. En dan eventjes bla bla bla, van nee, ik heb nooit Turkse jongetjes geneukt hoor, ik weet niet hoe ze erbij komen. Ik heb gewoon pistoolschoten gehoord, maar ja, dat was mijn gun niet. En kleine jongetjes neuken, hoe kom je erbij, man? Kijk, ik neuk wel graag jonge homo's. Maar dan ga ik er altijd vanuit als ze 18 jaar en ouder zijn. Dat heb je heel vaak, hoor. Dan zijn er van die homo's en die zijn pas 1,20 hoog, hè. Maar die zijn wel 33. Dat weten we allemaal, man. Kom op. Ik neuk toch niet onder de 18 jaar, man. Ga dan weg. Dat had hij gewoon kunnen zeggen. Maar ja, een Fred Teven, die kan denk ik wel. En een AIVD-medewerkster. En een zedenrechercheur. Maar die zijn wel gehoord, hoor. Dus, en die AIVD-medewerkster, die, haar dochter die werkt bij de Albert Heijn in Purmerend. En die heeft dus een nieuw vriendje, maar... Ja, op zich heeft die moeder, die AIVD-medewerker, was iets van, ja, als je vader wist wat voor vriendje je had, dan, maar goed, maar die pa is ook weer pleiten natuurlijk, want daarom zit zij bij de AIVD. Weet je, dan heeft ze in ieder geval nog inkomen, de arme mens. En dan die zedenrechercheur, weet je, die gaat op zoek naar de zeden. Er zijn er nog zeden. Hè? Ja, die heeft een misdaadrechercheur, hè? Die gaat op zoek naar misdaden. En je hebt ook een zedenrechercheur. En die gaat op zoek naar zeden. Hè? Dat snappen we wel. Dat moet een onzedelijkheidsrechercheur zijn. Dit is geen Nederlands, mensen. Ja, mooi. Dat is bij Angela Merkel. Ook Mark Rutte. Ja, precies. Ja, ik vond het niet zo gepast dat hij er was, zegt een bezoeker die de oud-topambtenaar herkende. Nee, het gaat er niet om dat het een topambtenaar is. Het gaat erom dat hij ervan beschuldigd wordt dat hij met kleine jongetjes heeft gespeeld. En hij heeft zelf gezegd, ik heb graag seks met jonge homo's en ik vraag niet altijd hoe oud ze zijn. En dat soort lui, die regeren ons. Met de For Freedoms Awards. Heerlijk, mensen. En net als destijds kan ik gewoon zeggen van... Oh, ga allemaal rustig slapen. Er is niets aan de hand. Er zijn wat recepties. En ja... Kijk, en Martin de Witte, dat zal wel een goede vent zijn geweest. Dat is de advocaat, weet je wel. Ja, hij kan gewoon dan... Ja, precies. Ja. Hij heeft er ook helemaal geen zin in. En hij wordt vrijgehouden. You believe me. Joris Demmink heeft zich nergens zorgen over te maken. Komt allemaal goed. Want hier zien we waar het echt om gaat. Oh, zo moet je natuurlijk. Ik
geef jullie, ik ga even gewoon voorlezen. Dat hij goed binnenkomt. En dan is het afgelopen. En dan snap je in ieder geval wat over gaat. Katholieke kerk bepaalt, dit is het NRC. Dus de krant, die noem ik het liefste de NURK. Dit is de NURK.nl. Zo. Het, hoe heet het ook weer? Rotterdamse, de nieuwe Rotterdamse Courant. Dit is de verbeterde, ja, dat vroeger had je de Rotterdamse Courant, maar die vonden die Rotterdammers allemaal kut. Dus nu heb je de nieuwe Rotterdamse Courant, de NURK. Ja. En die zegt, de NURK, de oude Rotterdamse Courant had misschien wel iets van fatsoen. Ja. Daar heeft de nieuwe Rotterdamse Courant helemaal geen last van. Ja. Want in Rotterdam neuken ze iedereen, hè? Volgens de NURK. De NURK die heeft helemaal nergens moeite mee. Alles is gewoon nieuws, mensen. Het is trouwens wel van 20 juni 2011, maar goed. Katholieke kerk bepaalt niveaus van schadevergoeding seksueel misbruik. Krijg je 5000 euro... Ik wil dat jullie goed met me meeluisteren en niet dat ik denk dat ik een of andere idioot ben. Goed meeluisteren. Je hebt toch twee oren en je hebt eentje aan de linkerkant en eentje aan de rechterkant. Je krijgt 5000 euro... voor seksueel getinte handelingen of uitlatingen waardoor de integriteit is geschonden. Oh, is mooi. Dan gaan we eerst naar onderen. Dan krijg je 7500 euro voor betasting intieme delen. Geslachtsdelen, anus en borsten. 10 tot 20.000 euro... voor een langere periode van betasting van intieme delen. Ja, dat staat niet bij herhaald, maar voor van betasting van geslachtsdelen, anus en borsten. Waar zijn de tepels trouwens? Want je moet aan mijn tepels ook niet zitten. Hè? Maar ik had dus, heb je de kermisbonus, ding, 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 ding. 25.000 euro voor eenmalige of herhaalde verkrachting. Kijk, daar heb ik gelijk een vraag over, maar daar kom ik zo dadelijk op terug. 100.000 euro voor uitzonderlijke gevallen, zoals groepsverkrachtingen of zeer ernstige misbruik met blijvende schade, of in lichtere gevallen waarin financiële schade aantoonbaar substantieel is. Nu mogen jullie allemaal jullie kromzwaard pakken en je roept Allahu Akbar en je mept de eerste beste katholieke priester met zijn kop eraf. En je gaat maar een beetje nederig doen. En je pikt hier niet langer. Ik zag net dat het lampje ging in de overdrive. Maar dat filter ik er allemaal uit hoor. Dat is allemaal niet zo erg. We nemen het even rustig door, ja. Dus ik ga eventjes even naar onderen. Zodat jullie zelf kunnen meeluisteren. Dit is dus gewoon meekijken, sorry. 20 juni 2011, hè? De NURK. Slachtoffers van seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk krijgen schadevergoedingen tot 25.000 euro. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt meer betaald tot 100.000 euro. Dat staat in de financiële compensatieregeling die de commissie Lindenberg heeft opgesteld op verzoek van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland. Nou, nu moet je even nadenken wat hier dus staat. In onze wet, hè, dus waar het om gaat, is dat deze lui, ik zal ze even aanwijzen. Die behoren niet tot ons rechtssysteem. Kijk, als jij of ik met je tengels aan een klein kind zit.
En ja, ja, dan kan je een beetje meewerken met, die, met deze lui. Ja. Zoals Dutroux. En dan kom je er even mee weg. En als je dan toch gepakt wordt, ach, een paar jaar, dan sta je weer op straat. Zo. En dan mag je gelijk door natuurlijk. Hè. Je hebt gelijk weer een baantje. Maar wij niet. Maar deze mensen wel. Want in de wet staat dat consensuele seks tussen mensen die ouder zijn dan 16, dat is geen probleem. En als kleine kinderen, zo'n jongetje van 8, die zit met een meisje van 7, een beetje te, ja. Dat noemen we geen pederasterie of zo. Maar als je het hebt over opgedwongen seks, bijvoorbeeld middels prostitutie, dus iemand moet leven van de seks. En je moet, ja, die moet wel. Hè? En daar heb je seks mee. Dan mag die persoon dat pas als ze van 18 jaar en ouder is. En dat is de Nederlandse wet. En de Rooms-Katholieke, ik kan het bijna niet uit mijn bek krijgen, maar... Maar de universele kerk uit Babylon, de Babylon universele kerk, en die heeft er scheid aan. En ze hebben hooguit zoiets van, nou ja, als je achteraf wat te zeuren hebt, nou, dan kan je gewoon €5.000 krijgen, 7.000. 10.000, 20.000 euro, 25.000 euro, ja, maximaal €100.000 hoor. Maar dan moet je wel een groepsverkrachting hebben meegemaakt. Of een zeer ernstig misbruik met blijvende schade. En die katholieke kerk is niet bereid om die daders ter verantwoording te roepen. En dat komt omdat die katholieke kutkerk, omdat ze die daders zelf zijn. Dus... als je een katholiek bent en je luistert naar mij en je schrikt nou, dan is dat terecht. En als jij een Mohammedaan bent en ik ga je vertellen dat het Mohammedanisme, er is een reden, hè? Dat Mohammed, die had dus Aisha of zo. Hè? En je vindt dat plotseling ook niet meer leuk en je scheidt plotseling 7 kleuren stront in je stomme Mohammedaanse onderbroek, heb je ook gelijk. En ik ben het er niet mee eens. Ik vind het gewoon niet goed. En dan kan je op je kop gaan staan, maar ik vind het gewoon niet goed. Ik vind het een mooi einde van de uitzending eigenlijk wel. En ik hoop dat jullie begrijpen dat er een gevaar is. En het gevaar, dat heet de katholieke kutkerk. Oftewel de KKK. En pas op, want ze zitten overal. En in veiligheid gaan wij slapen. Tjus.